huiswerk, toetsen, opdrachten, alle activiteiten die met school te maken hebben, zijn niet bepaald de activiteiten waar je altijd op te wachten staat. Vandaar dat ik in deze video een aantal tips ga delen die voor mij werken als ik met school bezig ben. Laten we beginnen met een aantal algemene tips. Zorg voor leuke schoolspullen. Voor mij helpt dit om gemotiveerd te blijven om aan school te zitten, om huiswerk te maken. Want als je leuke schoolspullen hebt, is de kans groot dat je ook daadwerkelijk die schoolspullen wilt gaan gebruiken. Kom voorbereid naar de les. Door voorbereid naar de les te gaan, krijg je inzicht op de dingen die je moeilijk of misschien minder moeilijk vindt. Zo weet je waar je extra aandacht aan moet besteden. Dus lees bijvoorbeeld een hoofdstuk of een paragraaf door of neem een planning door als die er is. Op deze manier zit je ook actiever in de les en krijg je ook vertrouwen doordat je weet waar je sterke en zwakke punten zitten. Dan wordt het tijd om effectief te studeren. Er zijn diverse studeertechnieken. Iedereen leert weer op zijn of haar eigen manier en niet iedere techniek werkt voor iedereen. Dus kom erachter welke techniek voor jou het beste werkt. Hier zijn een paar voorbeelden. Je kan samenvattingen maken. Flashcards gebruiken. Je kan zelf oefenvragen maken en deze oefenvragen beantwoorden. Je kan het hardop gaan lezen of gewoon voor jezelf gaan lezen. Wat ik persoonlijk heel erg leuk vind om te doen is een visuele samenvatting maken. Dat doe ik dan op mijn computer en dan maak ik een hele aantrekkelijke presentatie als het ware. Dit kan je natuurlijk ook op pen en papier doen door tekeningetjes te maken die de stof wat duidelijker maken. Ik werk zelf heel erg visueel, dus ik vind het fijn om dingen af te beelden, om het toch wel duidelijker te maken. Mindmapping is ook een goede manier van leren. En tot slot, het daadwerkelijk uitleggen aan iemand anders is ook een manier van leren. Want als je het zelf aan iemand kan uitleggen, dan betekent dat dat je beschikt over de kennis. Ik vind het dan fijn om iets aan vrienden te vertellen of aan studiegenoten van hey, dit en dit weet ik al. Of aan je ouders kan je natuurlijk ook vertellen. Misschien vinden je ouders het wel leuk om aan te horen wat je allemaal hebt geleerd. Ga samen met je klasgenoten studeren. Ik vind het heel erg fijn om een studiemaatje te hebben. Want zo kan je elkaar motiveren en je kan elkaar helpen. Want misschien kan jouw studiemaatje je dingen beter uitleggen dan een docent. Soms valt het kwartje later pas. Misschien vind je het gewoon leuker om samen met een vriend of vriendin te studeren. Let wel op dat het niet te gezellig wordt, want de kans is groot dat je afdwaalt en dat je het niet meer over school hebt, maar over andere dingen. Spreek met elkaar af dat je bijvoorbeeld eerst een uurtje aan school gaat en dan gezellig over het leven gaat praten en dan bijvoorbeeld weer verder gaat. Wie houdt er nou niet van video's? Bekijk video's die te maken hebben met de lesstof. Soms biedt een docent al lesstof aan en soms kan je van alles en nog wat op het internet vinden. Video's kunnen de lesstof leuker maken. En misschien kan je het daardoor ook makkelijker begrijpen. Een belangrijk punt. Hou je huiswerk bij. Het is niet fijn om een compleet hoofdstuk in één keer te moeten maken. Dat kost ten eerste te veel tijd en het veroorzaakt ook zoveel stress. Dus als er huiswerk wordt opgedragen, maak het dan direct. Dan ben je ervan af. En op deze manier kan je ook gelijk checken of je de stof begrijpt. Want als je er vragen over hebt, kan je die zo ook direct in de les aan je docent stellen. Een belangrijk punt, in ieder geval voor mij. Zorg voor een goede balans tussen je studie, je school en je leven. School is een groot onderdeel van je leven, maar je moet niet 24/7 aan school bezig zijn. Doe ook leuke dingen, zorg voor ontspanning. Je moet niet constant met je neus in de boeken zitten. Het is belangrijk dat bepaalde dingen gewoon af zijn. Dat je huiswerk af is, dat je hebt geleerd voor een bepaalde toets. Maar gun jezelf ook tijd om van het leven te genieten. School is belangrijk, maar het hoeft niet je leven te overheersen. Werk planmatig en doelgericht. Maak van tevoren een planning. Dit kan een jaarplanning zijn, een maandplanning, een weekplanning en een dagplanning. Door een planning te maken, weet je wat je kan verwachten. Ik vind het heel erg fijn om wel een overzicht van mijn week te hebben. Als je voor een toets moet leren en je hebt bij wijze van spreken 2 weken de tijd, dan vind ik het heel erg fijn om de leermomenten te verspreiden over die 2 weken en dat ik niet alles in 1 dag moet doen. Het geeft ook wel een voldaan gevoel als je iets hebt afgerond. Dus maak die planning, maak een to-do-lijst, kijk wat voor jezelf het fijnst werkt en vink alles af wat je hebt gedaan. En als je dagelijks je planning aanpast, kan je ook hier en daar schuiven. Want het kan voorkomen dat bepaalde dingen niet uitkomen. Of dat je langer met iets bezig bent dan dat je had verwacht.
Dus wees er heel erg oplettend mee en secuur mee. Wat ik zelf ook heel fijn vind om te doen is om iedere zondagavond een planning voor de aankomende week te maken. Zo begin ik de week helemaal fris. En wat ook een goede tip is, zorg niet voor afleiding. Ik ben omringd met schermen, maar dit gaat weg. Want dan kan ik me lekker focussen op mijn schoolwerk. Want anders krijg je elke keer die notificaties. Dus leg je telefoon weg en maak er pas weer gebruik van zodra je klaar bent. Concentratie. Je dagbesteding heeft heel veel invloed op je concentratie. Door goed te eten, voldoende te bewegen en naar je lichaam te luisteren zodra het rust nodig heeft, zal je concentratie verbeteren. Er is ook een techniek die je kunt helpen bij je concentratievermogen. Probeer je planning in blokjes van 2 uur in te delen. En vervolgens verdeel je die blokken in 4 blokjes van 25 minuten. En vergeet niet om tussendoor een blokje van 5 minuten pauze in te plannen. Na een complete blok van 2 uur geef je jezelf tijd om even op te laden. Doe dan iets waar je energie van krijgt. Deze oplaadmomenten plan je in met een beloonde activiteit. Dus activiteiten die je leuk vindt om te doen. Deze activiteiten kunnen jouw motivatie dus versterken. Motivatie. Soms is het lastig om gemotiveerd te blijven voor school. Over het algemeen ben ik redelijk gemotiveerd voor school. Ik doe een opleiding die ik leuk vind. Maar soms is het gewoon heel erg lastig om gemotiveerd te blijven. Wat je dan kan doen is door jezelf diverse vragen te stellen. Dus waarom zit je op school? Wat wil je laten bereiken? Stel bijvoorbeeld zulke soort vragen. En zie het plezier ervan in. School is niet altijd negatief. Je hebt er altijd wel wat aan. Je leert nieuwe dingen. Je kan meer dingen vertellen, je maakt dingen mee. Het is normaal als je eventjes gedemotiveerd bent, accepteer dat. En per persoon kan het verschillen waar hij of zij gemotiveerd van wordt. Ik ben zelf heel erg leergierig en ik wil het beste uit mezelf halen. En het komt ook wel eens voor dat ik een vak gewoon niet zo leuk vind en dan zet ik gewoon door. Wat moet, dat moet, denk ik dan. Er zijn ook andere leuke dingen en niet alles in het leven is even leuk. Gewoon lekker doorzetten. En voordat je het weet is het voorbij. Niet alles is even leuk, maar het kan wel leerzaam zijn. En uiteindelijk zal je heel erg dankbaar zijn dat je het toch hebt geleerd of hebt gedaan. En over het algemeen is het belangrijkste door het gewoon te doen. Uitstelgedrag bestaat niet in mijn woordenboek. Het is heel erg aantrekkelijk om dingen uit te stellen, maar je kan het beter gewoon gelijk gedaan hebben en het gewoon doen. Je kan gewoon piekeren. Maar jij bent degene die jouw werk kan verrichten. Dus doe het gewoon lekker. En ik hoop dat jullie net zoals ik het beste ervan maken. Succes met alles en jullie kunnen het. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. En dat jullie het beste uit jullie schooljaar kunnen halen. Mocht jij zelf een gouden leertip hebben waarmee je anderen kunt helpen. Laat het dan hieronder in de reacties achter. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!